Hoe denkt de regering economische ontwikkeling te realiseren waarbij er sprake is van politieke instabiliteit, opvallende oneenigheid tussen u en de vicepresident, twee hoogste regeringsautoriteiten, dreigementen vanuit verschillende autoriteiten naar burgers toe, instituten, journalisten, toename van protesten vanuit diverse groepen. We hebben de mensen met de beperking laatst nog gehad bij uw kabinet. Hoe denkt u economische ontwikkeling te brengen als we al die zaken hebben in Suriname? Ten aanzien van die protesten, kijk, we hebben altijd als regering een standpunt ingenomen. Maar je ziet hoe ook optreden. Het is onderdeel van die democratie. Vakbonden komen ze roepen op. Politieke partijen komen ze roepen op. Alleen heb ik één boodschap. Als je schreeuwt, weg regering, weg Chan. Ga politieke partij vormen. Ga campagne voeren. Ga 700 kilometer dwars door de hele samenleving lopen. En het volk overtuigen dat jij een alternatief bent. Dit is jouw herstelprogramma. Dit is jouw hervormingsprogramma. Zo wil je een goede toekomst ontwikkelen. En krijg die stemmen van het volk achter jou. Dat moeten ze dan gaan doen. Is de stem ombuiging, aanpassing, prijs, issues? Ja. Daar heb ik als regering met mijn hele regering oren naar. En ik luister ernaar en ik zorg ook dat die beleidsombuiging komt. En we zorgen ook dat die maatregelen die men vraagt ook komt. Dus dat doen we wel. En dat is een onderdeel van de democratie waarachter we staan. En tegendeel, we beschermen ook die democratie als regering. Met betrekking tot issues tussen mij en de vicepresident. Als er issues zijn, bespreken we het. En tot en met afgelopen maandag hebben we zaken besproken. We hebben afspraken, komende tijd gaan we meer praten. Dat is leiderschap. Als er issues zijn, leiderschap tonen en over die vraagstukken praten. En vraagstukken op een volwassen wijze, met een achtneming van je verantwoordelijkheid als leiding van het land, ook die zaken aanpakken. We hebben gesproken, we hebben ook een statement gegeven. Namelijk, die issues zijn uitgepraat. En als er nog restdelen zijn, zal het nog uitgepraat moeten worden, eventueel met andere betrokken personen. Tweede is namelijk dat we de rechtsstaat Suriname met alles wat we hebben gaan beschermen. En dat we de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ten alle tijde gaan garanderen en beschermen. Maar nogmaals, die andere issues die er zijn, soms op politieke podia, wij weten hoe ermee om te gaan. Wij weten welke verantwoordelijkheid wij genomen hebben als president en vicepresident om dit land te leiden. En we gaan het leiden, we gaan die problemen aanpakken. Natuurlijk creëert het ruis, natuurlijk zorgt er voor zaken die we niet nodig hebben in deze fase van onze regering. We hebben een sterkere eenheid nodig, we hebben een betere understanding nodig en die afspraken zijn gemaakt. En we gaan verder daarin investeren de komende dagen. We hebben afgesproken, jaren is alle de zaak om takkie. U heeft net aangegeven dat u praat met de vicepresident, maar het lijkt meer op een gedwongen huwelijk. Bent u getrouwd? U praat over een gedwongen huwelijk. Ik denk dat we niet in een tijdfase leven waar huwelijken onder dwang plaatsvinden. Het is een politiek huwelijk. Jullie zijn allemaal mannen en vrouwen. Vertelt me of in jullie huwelijk er soms geen issues zijn. Of soms geen problemen zijn. Toch? Jullie praten het uit, wij praten het ook uit. We zijn volwassenen. Oké? Laat dat duidelijk zijn, we praten. Oké? Net zoals jullie dat binnen het huwelijk zaken uitpraten. VP, ons huwelijk gaat gewoon door.